Aan de hand van dit korte filmpje maken we je wegwijs in de nieuwe werkwijze van het VLIF. Vanaf 21 oktober 2019 moet je als landbouwer een betalingsaanvraag indienen om steun te ontvangen voor je uitgevoerde investering. Een betalingsaanvraag indienen gaat als volgt. Je meldt je aan via het e-loket en klikt op de tegel Vlaams Landbouwinvesteringsfonds. Op je dashboard zie je voor hoeveel geselecteerde investeringen je een betalingsaanvraag moet indienen. Wanneer je op deze link klikt, kom je in het overzichtsscherm terecht. Per investering zie je hoeveel toelatingsvoorwaarden en hoeveel verklaringen er nog in orde moeten gebracht worden. Ook het aantal facturen dat al werd opgeladen voor deze investering staat vermeld. In dit overzicht van geselecteerde investeringen kies je de investering waarvoor je een betalingsaanvraag wil indienen. Na het aanklikken van een investering bevind je je in de effectieve betalingsaanvraag van die specifieke investering. In het menu aan de linkerkant zie je welke administratie er nog in orde moet gebracht worden alvorens de betalingsaanvraag kan ingediend worden. De schermen uitgevoerde investering, toelatingsvoorwaarden, verklaringen en facturen dienen één voor één ingevuld te worden. Sla telkens de ingevulde gegevens op alvorens je naar een volgend scherm gaat. In het eerste scherm uitgevoerde investering geef je aan of je de investering daadwerkelijk hebt uitgevoerd en of er wijzigingen zijn in de uitvoering ten opzichte van de initiële aanvraag. In het volgende scherm worden de nog openstaande toelatingsvoorwaarden getoond. Dit zijn specifieke VLIF-voorwaarden die van toepassing zijn op deze investering en die eerst in orde moeten gebracht worden. Voorbeelden hiervan zijn het opladen van een geldige boekhouding voor die investering of het aantonen van het minimum bruto bedrijfsresultaat. Indien er al documenten beschikbaar zijn in de VLIF-databank, zullen deze hier ook getoond worden. Na het voldoen aan een toelatingsvoorwaarde en na controle hiervan door de dossierbehandelaar, zal deze uit de lijst verdwijnen. De termijn waarbinnen aan alle voorwaarden moet voldaan zijn, is in de tekst bovenaan terug te vinden. In het volgende scherm moet je een aantal verklaringen afvinken. Bij sommige verklaringen moet ook een bijlage toegevoegd worden. Voorbeelden hiervan zijn de communicatieverplichting of de omzet uit niet-landbouw. Lees elke verklaring aandachtig alvorens ze af te vinken. Via het groene bolletje krijg je meer informatie. Let zeker goed op met verklaringen over de vergunningen en de emissierechten. Het volgende scherm bevat de module voor het toevoegen van facturen. Via bestand kiezen kan je één of meerdere facturen van deze investering opladen. Vervolgens kan je per factuur de details aanvullen door op het potloodicoontje naast de factuur te klikken. Let in dit scherm goed op bij het invullen van het totaal betaalde bedrag en het toewijsbare deel van de factuur. Via de groene bolletjes krijg je meer informatie over welk gegeven exact moet ingevuld worden. In het scherm Opmerkingen kan je terugvinden welke zaken je nog in orde moet brengen alvorens er kan ingediend worden. Wanneer alles correct is ingevuld, zullen er geen opmerkingen meer verschijnen. Via het scherm Indienen kan je uiteindelijk de betalingsaanvraag effectief indienen. Zolang de betalingsaanvraag nog niet is ingediend, kan je nog wijzigingen aanbrengen. Eens de betalingsaanvraag is ingediend, kan er niks meer gewijzigd worden aan het dossier. De beslissing zal genomen worden op basis van de ingediende gegevens. Het VLIF hoopt dat u met dit filmpje vlot uw weg vindt in onze nieuwe toepassing. Indien u meer informatie wenst over de betalingsaanvraag of andere vragen heeft omtrent het VLIF, neem dan contact op met uw buitendienst.
Hun contactgegevens zijn terug te vinden op onze website.